Maar jongens, ik word hier heel snel gespamcamd door een skeleton, vent. Spooky scary skeleton. Ik heb dat gevraagd, dat hij dat deed. Mensen, dit is episode 5 van Minecraft Modded. In deze episode heb ik veel achteraf ingesproken. Er zijn niet veel moments met de boys. Maar er is heel veel progress gebeurd. Ja, hopelijk vind je het toch nog leuk. Dus laat een like en een comment achter. Dank u wel. Maar laten we maar starten met deze video. Je gaat oprotten, gast. Sorry. Ah, ik ben dood. No. Is wel tegen storm. Ja, positief. Emretter, heb je al een naam verzonnen? Ik heb al een naam, hoor. 1, 2, 3, 4. Carcassonne. Mag ik? Ik mag geen troonnaam waarschijnlijk, hè? Nee. Okay. Dus ik moet serieus doen. Nee, dat wordt illegaal. Geen station hoort. Station. Ja, dat mag niet. Als je dat is. Ja, ik zit hier vat in chat. Ik wil station Noord noemen. Dat mag niet. Ik ga wel op iets anders komen. Jona vindt het rappen. Ja, dat vindt hij rappen. Station Noord. Ja, ik had al een twijfel tussen Zuid en Noord, maar ik vond Noord mooier. Ja, dat is een goede keuze. Maar die gast zit daar nu nog. Dan laat maar, hij is nog altijd niet gespannen. Getcha. En wat is dat voor insect? Stop met mijn bloed te sukken. Crazy zijn wij gaan. Dat is een sukker 3000. Nee, ik slaap, kindje, slaap. Wat is dat? Jona. Ja. Het is genoeg geweest. Alsjeblieft. Ja, we gaan maar een keer bekijken, nee. Wat ik moet doen voor mijn wood factory. Daarvoor heb ik een zaag nodig. Wat ben je aan het doen, jongen? Ik wil een grote toon maken die naast mijn shit staat. Mechanical saw. Ik heb mechanical bearing nodig. Oh, easy to make, hè. Ja, ken u wheat flour? Oeh, en daarmee kan ik die glue maken normaal. Ik ben dat hier allemaal aan het plaatsen en het gaat allemaal weg mogen. Dus nu moet ik gewoon de deeg hierin plaatsen en dan normaal zou dat veranderen in deeg. Dus normaal als ik dit doe... Oh, green dye. Green dye. Green dye. Green dye. Para. Dus ik moet naar de deployer gaan. Maak eerst dit maar... I'm gonna smelt these. Hey, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen, hé. Voor die deployers heb ik serieus een blazeburner nodig, of wat? Anders mag je gewoon een blaze bij mij komen gaan, hoor. Oké, jouw nether portal staat echt... Ja, dan maak ik me nog verplaatst. Ja, er staat een skeleton op je één brugge... brede brugge... ik niet kunnen praten zo, hé. Ja, goed. Oh my god, Jona. Ja, dat is hier een project. Een project? Holy s***. Hé. Wat kreeg ik er allemaal uit? Uit dat klein gebouwtje hier. Wacht, waar is het begin? Wacht, Kirsten hier toe. 2 hours later. En dat is fucking belangrijk. Oké, okay. Dat was het. Rondvinding is gedaan. Nu nog naar de place farm. Oh, je bent dood! Ja, na deze korte trap heb ik eindelijk mijn blazeburner gehaald. Zonder al te veel problemen. En ik ben best blij toen ik door het hoe dit werkte. Ja, quest complete. Op naar de volgende quest. En dat is deze rose quartz, sandpaper en polished rose quartz. Lijkt alsof ik dit aan het eten ben ofzo. Nom 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 nom. En eindelijk moet ik nu deze deployers maken. Recipe is best easy als je de machines hebt. Gewoon ingots stampen. En dan die rose quartz polieren en dan samenzetten en dan heb je die deployers. That's it. Ah, en je krijgt ook nog die deployer gratis erbij. Mooi meegenomen. Nu dat ik alle blocks heb, moet ik wel plaats maken voor de automatische wood farm te plaatsen. Dus daar heb ik deze trees hier gedestrooid. Goed, ja. Jona, we gaan een keer beginnen met mijn eerste create automatic machine. Ja. Slecht weer vandaag. Ik heb een blok gebroken, ik vind hem niet terug. Ik denk dat hij van de Afrika... Ah, hij ligt op de villager. Natuurlijk moet ik een power source hebben voor deze tree farm, dus dacht ik om aan deze wand een waterwiel te hangen. Met dat ik ondergronds moet gaan, moet ik nu een vertical gearbox maken voor van horizontaal naar verticaal te gaan. En als ik nu hier mijn waterblokje plaats, zou het normaal al deels moeten werken. Dus dit draait rond en dit blokje draait ook rond. Dus nu moet ik gewoon mijn superglue pakken en alles connecten aan elkaar.
Ik neem mijn magische glue en selecteer deze blok en zal de verste volgende blok selecteren. Very nice. En ja, deployers, ze moeten allemaal dezelfde richting kijken. You know, OCD. En die zagen me had niet vergeten. Moment of truth en... wait, what? Ah, sh**. And here we go again. Oh, yes. It's working. Ik had gewoon een probleem dat mijn items niet in mijn kist hingen, maar blijkbaar heb ik een funnel nodig om ze uit de portable storage interface te halen. En dus ga ik temporarily dit hier zo zetten. En ja, ja, het werkt nu! Wel viel me op dat hij de bomen aan de binnenkant niet wil minen. En dus mag ik opnieuw alles aanpassen. En ja, de modpack noemt Create a Perfect World, dus natuurlijk moet ik het mooi maken en niet gewoon puur machines. Dus maak ik er een huisje van. Waar dan zogezegd in roleplay kind of stuff, you know, de houthakker woont. En natuurlijk Shizzle zit erin. Heel veel opties van blokken, dus dacht ik, laat ik een cobbled deep slate van onder doen en een sand deep slate erbovenop. En toen kreeg ik het briljante idee om heel dit gebied te terraformen. Want ik wil niet gewoon een waterwiel hebben waar dat één random blokje water op komt. Dus dacht ik, laat ik een bergje maken waar het water dan op dit waterwiel glijdt. En dan bovenop de berg is een klein vijvertje. Die nu leuk gevuld wordt met water. En dan doordat het water van boven naar beneden stroomt, wordt er hier dan ook een vijver aangelegd. Maar hey, hey, ik stopte niet daar met terraformen. Ik kreeg dan het briljant idee om dit houthakkersgebied, bosgebied, in te sluiten door een berg te terraformen. Aangezien ik constant wordt lastiggevallen door mobs, ja, dacht ik om het op te lichten. En wees gerust, ik terraform de achterkant ook mee. Ik laat het niet een open gat. Ook al kom ik hier niet, toch wil ik dat het er mooi en net uitziet. En nadat ik heel het gebied geterraformd heb, moet ik natuurlijk saplings terugplaatsen. Wat ik nu wel vergeten ben te doen, is eigenlijk birch saplings ertussen plaatsen. Maar dan dacht ik, laat ik eens gaan kijken hoe het eruit ziet. En dan kwam ik eigenlijk tot de realisatie dat ja, de tree farm in de weg staat. Daarmee bedoel ik ook, als je in dit gebied komt, wat je ziet is echt gewoon één grote groep met leaves. Dus beginnen we weer met terraformen. Yay! Het gebied rond aan het ophogen. Voor daar dan ook weer een huisje op te plaatsen. Maar tussenin even een enchanting table maken. En dan ben ik van plan hier de tree farm op te plaatsen. Dit staat dan een beetje afgelegen of in de hoek tenminste. En niet recht voor het huis. Dan dacht ik een leuk idee om hier een rivier te laten lopen. Die dan in de zee uitkomt. En dan hier is er voorbereiding voor een treintrek. En dit ben ik aan het ophogen voor daar dan een meer te plaatsen. Met een klein watervalletje. Die dan eigenlijk nog een waterwiel zal poweren die hier ergens staat. Maar we gaan vlug eerst de tree farm verplaatsen. Dat is eigenlijk hoe dat die gedesigned is. Eigenlijk redelijk simpel. Vier zagen. Het ziet er naar uit dat ik confused was voor de vierde te plaatsen. Maar oké. Okay. En dan hier slabs bovenop. Dat ik eigenlijk de chest kan enteren. Hier twee blocks met de interface. Hier de double chest. Hier de deployers aan de achterkant. Daar gebruik ik er maar drie van. En dan ja, natuurlijk naar beneden draaien. That's it. En dan dacht ik het tweede houthakkershuis te bouwen met deze tiny deep slate bricks en deep slate bricks en nu een oak roof erop. En nu gaan we fast forwarden naar het einde van deze video. Wel, we gaan eerst kijken wat we allemaal gedaan hebben. Dus zoals jullie allemaal weten, deze berg hebben we gemaakt. Mijn klein huisje. En dan hier, dat is het belangrijkste van allemaal. Een rope spruce bridge. Zo nice. Dus hier heb ik een aquaduct waar het water van het meer recht over de waterwielen gaat. Hier heb ik mijn farm gepowered door dat waterwiel daar. Het belangrijkste van al, zoals je kan zien, hier is een gearbox aan het draaien. En hier ook. En hier ook. Dus we gaan mooi over onze rope spruce bridge wandelen. En we komen binnen. En hier heb ik een item vault waar dat mijn items inkomen. En zoals je kan zien, mijn items zijn mooi op de loopband richting de item vault aan het gaan die daar worden opgepakt. Dus zoals je zag, daar was er een gearbox buiten, daar was er een gearbox buiten en daar was er een gearbox buiten. Het waterwiel zoals je kan zien, die hier dan gears shift, de grote gaat naar de kleine. Dan gaat de grote naar de kleine, wordt het sneller. De grote naar de kleine wordt het weer sneller. En dan weer de grote naar de kleine, wordt het nog een keer sneller. Dan worden via deze gearbox, deze belt gepowered, deze belt en deze belt gepowered. En daarmee heb ik eigenlijk deze
hebben zo heel veel progress gedaan. Het was misschien niet de interessantste video die jullie al gezien hebben. Er was niet veel interaction met de boys. Wat heel spijtig is. Maar oké. Daarmee zal ik dan toch wel het einde van deze video moeten maken. Dus als jullie deze video nu leuk vonden, laat het weten door een like en een comment achter te laten. Wat jullie nog willen zien op mijn kanaal. En push de subscribe button. Maar dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye.